Mijn naam is Yvonne Nuvelstein. Ik werk op een speciaal onderwijsschool, een expertisecentrum voor onderwijs en epilepsie. Ik werk daar in de functie van ambulant begeleider. Ik begeleid alle leerlingen op basisschool, mbo en ROC's, voortgezet onderwijs in de regio Twente. Daarnaast geef ik nascholing voor teams, speciaal onderwijsscholen teams. En ik zit in het eerste jaar van de master leren en innoveren. Ik was op zoek naar een masteropleiding, daarom heb ik gekozen voor deze masteropleiding, omdat ik zocht naar een masteropleiding die niet alleen inging op leerproblemen en daar de verdieping van zocht. Type opleidingen waren er wel veel, maar ik zocht echt een opleiding die een algemeen onderwijsbeeld gaf, die veel dieper inging op allerlei onderwijsleersystemen, dat een veel bredere visie gaf op dingen. En de master leren en innoveren is heel goed opgebouwd. Je krijgt alle thema's goed na elkaar en ze lopen elkaar over, zodat je een heel duidelijk beeld is. Het is heel duidelijk, vind ik zelf. Het geeft mij veel verdieping. Ik kijk heel anders naar het onderwijsleersysteem op onze eigen school. Omdat ik veel op andere scholen kom, kan ik daar ook veel meer dingen herkennen en verdieping vinden. En het bevalt mij heel goed. Als ik de master leren en innoveren gehaald heb, dan hoop ik dat ik in mijn functie ook nog verder kan groeien. Maar ook misschien een ander type functie kan gaan doen. Ik zou heel graag die verdieping en die verbreding zocht ik en die vind ik hier. En ik hoop dat ik straks ook in mijn werk ook kan vinden. Dat ik me verder kan verdiepen en kan verbreden in wat ik ga doen. Als je overweegt om deze master te gaan doen, ik denk dat het een goede tip is om goed van tevoren te bekijken. Heb ik genoeg tijd en ben ik goed gemotiveerd voor deze opleiding? Heb ik genoeg tijd binnen mijn werkplek en kan ik die tijd ook vrijmaken daarvoor? Het is een opleiding die veel vraagt om ook toe te passen en te onderzoeken. En dan is het een opleiding die heel veel verbreding en verdieping geeft. Dus ik denk als je die punten goed voor jezelf duidelijk hebt, dat het dan een goede keuze kan zijn.